We hebben onszelf een beetje gevonden terwijl we eigenlijk al een act waren, zeg maar. Ja, precies. Ja. Terwijl we eigenlijk al bezig waren, ging het allemaal vanzelf. Meer, ja, steeds harder of zo. Ja, dat en naar hoe we nu zijn. Mochten de clubs en festivals weer opengaan, dan is de kans groot dat je het Rotterdamse duo Animistic Beliefs ergens op een donker podium zal zien draaien aan de knopjes van hun drumcomputers en zelfgebouwde modulaire synth. Met een mix van techno, acid en een Vietnamese, Chinese en Molukse achtergrond improviseren Lin Lu en Marvin Lalihatu even dansbare als inhoudelijke tracks. We bevinden ons nu in onze studio. Hier wordt altijd onze muziek gemaakt. Het begon eigenlijk heel experimenteel. We zijn dus in Worms zijn we begonnen. Ja, ja. Voor de allereerste keer. Toen moest Marvin daar optreden. Ja, ik had een show met Noodlebar. En ik had geen zin om het in mijn eentje te doen. En ik dacht, ja, laat me Lin meevragen. Want volgens mij was je toen ook al bezig met solderen van je eigen apparatuur. Ja, met, ja, ik met was mij aan het solderen inderdaad. En toen dacht ik, nou, kom ook een keer meespelen. Dan heb je ook een keer live ermee gespeeld. We dachten, we gaan gewoon een beetje jammen en uiteindelijk stonden we echt gewoon keihard daar te beuken in de Wunderbar. Zo, het is nog aardig plakkerig. Was dat hier? Ja, dat was beneden. Nee, beneden had ik een optreden en toen heb ik dus die Lin echt meegevraagd om daar ook op te treden. En dat was onze allereerste keer, toch? Ja. Ja. Dus hadden we maar twee instrumenten mee, een drumcomputer en de modulaire synth. Het was een 606 volgens mij, een drumcomputer. Ja. En een modular, maar het was nog heel minimalistisch. Het was nog heel minimalistisch, sowieso ook veel lager BPM, denk ik. Ja, ja. Meer ook bliepjes en bloepjes of zo, I guess. Ja, dat was natuurlijk voordat we er überhaupt over nagedacht hadden. Ja. Dat het iets kon zijn. Het was gewoon puur experimenteren natuurlijk. Het was puur uitproberen, gewoon voor de lol. En ik vind het ook heel leuk dat al onze eerste gigs eigenlijk zo zijn geweest. Ja, het was, het was nooit serieus geweest aan het begin, weet je wel. We vonden het gewoon super leuk om te doen, om muziek te maken. Ja. Maar we hadden niet gedacht van oké, dit gaan we uitbouwen naar, zeg maar. Hadden we niet echt in ons achterhoofd of zo, maar het gebeurde gewoon. Mm-hmm. Dat is het mooie eraan, denk ik ook. Ja. Als ik dan terugkijk, dan heb ik het gevoel dat we toen nog niet helemaal wisten. Tenminste, ja. Ik wist niet wie ik was nog eigenlijk. Ja, ja, ik ook hoor. En we zagen er toen ook heel anders uit. Vond ik wat meer safe. Ja, precies. Wat meer safe inderdaad. Ja, we hebben onszelf een beetje gevonden terwijl we eigenlijk al een act waren, zeg maar. Ja, precies. Ja. Terwijl we eigenlijk al bezig waren, ging het allemaal vanzelf. Meer, steeds harder of zo. Ja, dat en naar hoe we nu zijn. Naast Worm heeft ook het internet een enorme invloed op het duo gehad de afgelopen jaren. Het internet is sowieso mijn grootste inspiratiebron, denk ik. Omdat je daar heel veel kan leren. En daar leer je gewoon heel veel als je op zoek gaat in ieder geval. Ja. En, de muziek heeft het ook beïnvloed. Want ja, we hebben dus veel meer over onszelf nagedacht. En dat heeft het internet ook een beetje veroorzaakt. Ja, zeker. Door alle onderwerpen waar mensen eigenlijk over praten. Ja, precies. Heeft het ons gestimuleerd om ook meer na te denken over onszelf, over onze geschiedenis en wat we willen voor de toekomst. Ja. De naam Animistic Beliefs kwam al voort vanuit hun gedeelde Zuid-Aziatische achtergrond. Op het aankomende album zal die connectie nog dieper en inhoudelijker worden onderzocht. Ik probeer heel veel van mijn Molukse achtergrond eraan toe te voegen en Lin van haar Vietnamese, Chinese kant. Dus nu doen we ook bijvoorbeeld meer teksten schrijven, ook Vietnamese gedichten schrijf ik dan, die we dan ook implementeren in de muziek. Maar Marvin heeft ook bijvoorbeeld teksten geschreven die hij dan op heeft genomen voor het album bijvoorbeeld. En zo proberen we alles bij elkaar te doen en onze eigen sound eigenlijk hiermee te creëren. Ik heb heel veel naar Molukse traditionele muziek geluisterd, bepaalde instrumenten zoals een soort schelp, schelp heet dat toch? Mm-hmm. Waar ze op blazen, een hoorn, soort van. Mm-hmm.
En de Molukse drums, diva's, daar heb ik heel veel inspiratie uit gehaald. Mm-hmm. Er zit ook heel veel gongs in. Heel veel gongs ook en zo, ja. Die zowel in Vietnam als in de Molukken wordt mm-hmm. gebruikt. Een soort gamelan, maar dat heet een tote boerang. Dat zit er ook heel veel in, ja. Dus ja, er komt op elke track eigenlijk zo bijna wel, zit er wel iets in van onze achtergrond, volgens mij. Ja, ik denk voor ons beiden was het ook een album wat ervoor heeft gezorgd dat we... Het was een beetje om dingen te verwerken en om te healen ook. En mijn tekst gaat over mijn opa en oma, die er eigenlijk niet meer zijn. Die gevlucht zijn vanuit Vietnam om hier dus een bestaan op te bouwen. En het was altijd een beetje een onderwerp waar niet heel vaak over gesproken werd. Over het vluchten hierheen. Het was altijd of een memory van daar of een memory van hier. Maar dat ertussen, daar werd nooit over gesproken. En de tekst gaat eigenlijk over dat ik het nooit durfde te vragen. Maar dat ik nog zoveel dingen heb die ik zou willen vragen. En vragen die ik hun zou willen stellen. En dat het nu eigenlijk dus niet meer kan. Maar dat we dat... Misschien een andere keer als we elkaar weer zien, zouden kunnen doen. Ja, daar gaat mijn tekst om. Ik vind het zelf echt super nice, want eerst was het... Ja, het ging vooral echt alleen om de muziek. En nu hebben we wat... Voor mijn gevoel kan ik er meer in kwijt nu. Ja. En daar ben ik heel blij mee.